allemaal mis je. Ja, ga ik ook missen. Cheers! Wij zijn inmiddels gearriveerd in Aruba! Hey! Jeanette is ook mee, maar die is binnen iets aan het doen. We zijn dus samen met Rick en Jeanette, mijn oom en tante. Wij zitten in een heerlijk huisje. Het is gewoon nog mooier dan we hadden gedacht. Op de foto zag het er al gaaf uit en groot, maar het is gewoon nog groter en nog mooier. Villa Grandi in Aruba voor de geïnteresseerden. We doen zo meteen eventjes een toertje. Verder doen we vandaag echt een chill dag. We zijn dus gisteren aangekomen, maar we waren echt zo kapot van het lange vliegen, lange wachten. Vandaag is een nieuwe dag. We gaan zo meteen lekker naar de supermarkt toe, eventjes wat dingetjes halen. En dan gaan we hier heerlijk bij de pool chillen. En dan gaan we vanaf morgen echt Aruba verkennen. Ja. Welcome to my crib! Kijk wat een ASO's. De koffers zijn hier gewoon echt geëxplodeerd. Dan ben je hier nog maar, wat is het, nog geen dag? Verschrikkelijk. Kijk, dit is dus het bewijs dat je net er ook is. Ja, oh, ja, dit is ze. Ja. The car. Zijn dit memories, Rick? Ja. Welke vooral? Die, hè? Was je fave? Dat was mijn fave. Vincent heeft even een sentimenteel momentje. Het lijkt op Peggy. En dit is Zerralu. Zijn één dag weg. Vincent met zijn beste bedoelingen. Is het luchtbed letterlijk aan het plakken met plakband. Ik weet niet of dit gaat werken eigenlijk. Maar ik vind het wel heel lief van je. De West Deck zag er op Insta heel erg leuk uit en affordable. Wat trouwens niet een gegeven is op Aruba, zijn we achtergekomen. Ik ben heel erg benieuwd, maar ik dacht ik daar nog eventjes voor gaan mijn outfit zien. Want ik heb zo'n gevoel dat jullie het leuk gaan vinden. Ik heb een haarband om van Atelier de Femme. Los verdeel. Wat trouwens heel fijn is, hier zit een soort ijzerdraadje in. Dus er zit hier achter niet zo'n heel strak. Het is een elastieke band. Ik heb namelijk best wel een groot hoofd. Dus voor de groothoofdigen onder ons is Atelier de Femme echt een heel fijn merk. Dit jurkje is van My Jewelry. Heel erg blij mee. Ik vind hem super mooi. Ik vind de lengte mooi. Ik vind het stofje mooi. Hij heeft trouwens ook de koffer heel erg goed overleefd. Ik heb deze niet gestreken. Ik heb hem thuis een beetje gestreken. Maar opgerold in de koffer en dit is gewoon het eindresultaat. Dus heel blij mee. Dan heb ik ook nog twee kettingjes om van My Jewelry. Mijn eigen initialen. Oh, wacht even. Initiaal. Waar is die? Initiaal is weg. Oh nee, hier is die. De R. Dat is eigenlijk mijn dubbele initiaal. En deze gewoon een simpel kettingje. Heb ik een tasje van Charles Rose. Horloge van Dane Wellington, oudje. En deze schoentjes die ik echt dus nooit uit kan spreken. Dat de vorige keer op Curaçao ook mee. Die zijn van Fred de la Bretonnoire of Bretonnerie. Ik weet niet. Zoiets. Ik denk dat jullie wel snappen wat ik bedoel. Leuk hiervan is dat je die bandjes kan je dus omwisselen. Dus nu heb ik ze roze gemaakt. Er zitten drie verschillende bandjes bij. Zodat die uiteraard matcht met de haarband. En daar werd gekakt. Chicken wings, patat, samosas, ribs, en een doggy bag. Doei. The next day. Oh. Mooi speelgoed. Nog een keer. Oeh. Cool man. Het is
is vandaag alweer dinsdag en wij zijn vanochtend naar Oranjestad geweest. Ik moet heel eerlijk zeggen, dat was wel redelijk snel klaar. Het was wel leuk om even gezien te hebben, maar het is niet heel erg bijzonder. Wat wel heel erg leuk is, is dat we gewoon nu weer gaan zwemmen. We zijn weer bij het huisje, daar blijven de rest van de dag ook. We hebben gewoon echt een heerlijk huisje, dus waarom daar niet optimaal van genieten? Maar ik dacht, ik laat jullie eventjes de bikini of the day zien. Dat is deze van Ciel, die heb ik toen nog gehaald toen ik daar nog werkte. Het is vooral die achterkant heel erg bijzonder. Kijk, met al die bandjes. Echt super leuk. Let's go. Ik ga voor de allereerste keer in mijn leven naar de Wendy's. Dit wordt hem denk ik. De Asiago Mushroom Melt. Wat neem jij? De Baconator. Baconator. De Baconator. Loaded cheese fries. En een burger. Met mushrooms die er eigenlijk wel redelijk klein uitziet. Maar het was wel lekker. Het is vandaag alweer woensdag. En wij zijn nu in San Nicolas. Wat bekend staat om de muurschilderingen. We hebben echt een super busy program today. We zijn eerst in Nicolas. Dan Baby Beach. Gaan we daar weer. Boca Catalina. En daarna gaan we happy hour vieren bij Palm Beach. Als alles zoals gepland gaat natuurlijk. Food. Dit is wel echt een aanrader. Dit is op Baby Beach. Het is ook volgens mij het enige op Baby Beach. Maar het is helemaal in Flintstone character. Ik heb een rapje. Je hebt iets met chicken. Big mama. Hot dog. Een dikke hond. Of nee, een hete hond. Wat en een dikke hamburger. Nou, enjoy. Eerste bucket van de vakantie. De chill bucket. Cheers. Het zijn de vol. Give it up for one badass drummer. Mr. Michael Hanaba. Right now it's 10 o'clock, which means it's happy hour! Come on! Happy hour right now! Een hele goede morgen. Het is vandaag alweer donderdag en gisteravond was zo ontzettend leuk. Het plan is niet helemaal meer gelukt. We zouden namelijk ook nog naar Boca Catalina, maar we wouden lang blijven hangen bij Baby Beach. We zijn dus rond een uur of vier of zo naar Palm Beach gegaan. Toen zijn we naar Mumba, heet het geloof ik. Mumba Café geweest. Toen hebben we heel wat buckets Amstel... Nee, ik zeg Amstel Bright, maar dat is niet waar. Heel wat buckets chill, Balassi chill bier gehad. Ja, dan denk je spontaan gewoon dat je super goed kan dansen. We hebben echt de hele avond voetjes van de vloer gehad. Echt, mijn haar was gewoon dweilnat. Ik zweette me kapot, maar het was zo ontzettend leuk. We gaan nu ontbijten. Ik moet zeggen, ik kan wel wat te eten gebruiken denk ik, wat een klein beetje de alcohol die er nog wat in zit absorbeert. En dan gaan we straks lekker snorkelen bij Boca Catalina. Yeah. Day. A few moments later. Het is inmiddels alweer zaterdag. Ik zou zeggen, we zijn al een week op Aruba, maar we zijn inmiddels alweer op Bonaire. Maar die blijven we niet, want we hebben hier een tussenlanding, want we gaan naar Dushi Corsa.
moet zeggen, ik heb er zin in, maar het afscheid was ook moeilijk. Want het was echt zo'n heerlijke villa waar we zaten. Het was echt one happy island. De vakantie is niet voorbij. Dat is ook wel eens leuk, want normaal gesproken, als je dan weer in het vliegtuig stapt, dan ga je naar huis. Maar nu stap je weer in het vliegtuig en begint gewoon vakantiedeel 2. When I say Aruba, you say? Yourself. Aruba, Arriba, Aruba, Arriba. We zijn inmiddels aangekomen op Curaçao. Sorry als dit totaal niet spontaan overkomt, want ik had het net al gefilmd. Maar mijn kaart was leeg, dus hier gaan we nog een keer. We zitten al in de Villa Piscadira, zoals je hier kan zien. En we zijn meteen een beetje bekomen van onze Aruba gemis. Want we hadden een heerlijk huisje. Maar dit huisje is ook wel heel erg fijn. Huisje is eigenlijk een beetje een denigerend woord. Want het is gewoon echt wel een huis. Hey. IJsblokjes. Nou, dit is onze lounge set met Jeanette. Lounge set met Jeanette, dat ruimt. Jeanette powernap. Vincent en Erik hebben we ook meegenomen. De woonkamer en je kan alles open doen. Dat is echt super lekker. Met een keukeneiland. Daar is het washok. Dan is dit waar Vincent en ik slapen. Hier zit ook een hor voor de ramen. Super fijn. Dit is ons badkamertje. En dan is hier toestemming om dit te laten zien. De master bedroom met de ensuite badkamer. Voordeel, er zit ook een deur voor. Dus als mensen hier zitten te stinken, dan heb je daar geen last van. En hier dus de douche. Vincent en ik hadden bij het vorige optrekje de master bedroom. Dan gaan we nu denk ik eventjes de koelkast inladen. En dan hier even lekker van genieten. Komt helemaal goed. I'm excited. Het is vandaag dag 3 op Curaçao en we hebben vandaag een stranddagje bij Mambo Beach. Daar is de muziek. En we zitten nu bij de Ocean Club Madeiro of zoiets. Op een heerlijk bedje. Mambo Beach is eigenlijk waar al de Nederlanders zitten. En nou ja, een beetje gezien en gezien worden, zeg maar. Maar we dachten misschien is hier wel gewoon een leuk feestje. Dus dan gaan we hier even beginnen en dan eindigen we met een feestje. Maar dat lijkt nog niet echt op alsof het hier heel erg los zal gaan. Het weer trouwens lijkt er wel op alsof dat misschien los zou kunnen gaan. Het is de hele dag namelijk een beetje bewolkt. Het zal echt hopen dat het de rest van de week zonniger gaat worden. Dat zou heel fijn zijn. Dit maakt in ieder geval een hele hoop goed. Ik heb trouwens een bikini aan van Ben de Suiker via Culotte. Echt een super fijne bikini. Heel erg leuk. Kijk, dit had ik ook nog niet laten zien. Maar dit is echt mijn beste vriend deze vakantie. Dit is een Seiko, ofwel een strandkluis. Wat het handig is, zit dus een cijfercombinatie op. En dit kan je ergens omheen doen. Zoals bijvoorbeeld aan zo'n parasol. Of als je op een meer natuurlijk strandje bent, om een boom heen. Wel best wel veel gebruik van gemaakt. Heel erg fijn dat je zo gewoon lekker kan gaan snorkelen. Onbezorgd of lekker kan gaan zwemmen. Zonder dat je echt bang bent dat je spulletjes gejat worden of zo. Dus ideetje. Vandaag alweer dinsdag en wij zijn nu bij Playa Grande. Het strand ziet er misschien niet heel erg imposant uit. Hier zijn we in mijn vorige Curaçao vlog trouwens ook geweest. Maar onder water is het echt fucking nice hier. Er zijn namelijk zo ontzettend veel zeeschildpadden. Wat alles te maken heeft met dat de vissers hier hun vissen aan het ontleden zijn. Wat heel erg nasty klinkt. Maar wees niet bang, je krijgt echt niet de kans om een vis op je gegooid te krijgen. Want voor die tijd hebben schildpadden of weet je dingen, pelikanen. Het al opgepeuzeld. Ga even kijken wat er vandaag is. Aangekomen bij echt een van de mooiste bijtjes hier op Curaçao.
Ja, inmiddels. We hebben net daar geluncht, maar dat duurde hoopje lang, joh. Het was wel lekker. En het is een leuk plekje om te zitten. Maar je schijnt nogal een flinke portie geduld te moeten hebben. Maar goed, dan heb je ook wat, hè? We gaan nu weer even zeeschildpadden zoeken. Hierachter, want hier zwemmen ze ook. Sneeuwspadden. Het is alweer woensdag en wij zijn in Willemstad. Oh, Jeanette is er echt hoor. Lijkt net een spook. Ja, spook, Jeanette. Zo. Kijk hoe wit ze nog is. Ja. Ik daarentegen ben al hartstikke bruin. De mannen zijn hier binnen even een sigaartje aan het uitzoeken. Maar het stinkt daar echt enorm. Drank en sigaar. Dus ja, zweet. Het is een soort van kroeg met sigaren. En nee, echt goor. Dus wij zitten even lekker buiten Amerikanen te kijken. Maar we hebben vandaag even de hele dag lekker bij het huisje gespendeerd. En we gaan nu lekker uit eten in Willemstad. Gewoon even een beetje rondlopen. Gewoon leuk. Ja. Gewoon even leuk. Best wel leuk. Best wel heel erg leuk. Ja. Dus dat. Het was allemaal in scène gezet. Het is vandaag alweer onze allerlaatste dag op Curaçao. Nou, dat is eigenlijk niet waar. Onze laatste volle dag. Want morgen zijn er ook nog. Morgen wordt niet bepaald. Wat een leuke dag. Dat wordt echt ellendig waarschijnlijk. Dan gaan we namelijk eerst terug naar Aruba. En vanaf Aruba vliegen we weer naar Nederland. Maar goed, daar denken we nog even niet over na. Want wij gaan nu naar Kokomo Beach. Dan gaan we daarna gewoon lekker bij het huisje spenderen. Aan de koffers is te zien, gaan wij zo meteen naar huis. We hebben hier 2 weken, nou dan lig ik 1 week op Curaçao en 1 week op Aruba vertoefd. En het was heerlijk en het rare is, het voelt aan de ene kant alsof we hier heel lang waren. En aan de andere kant zijn de dagen gewoon voorbij gevlogen. Ik heb in ieder geval niet heel veel zin om naar huis te gaan. Behalve dan om de katjes natuurlijk weer terug te zien. Maar we weten zeker dat dit geen goodbye wordt. En dan denk ik ook dat we hier wellicht weer terugkomen. Want dit is wel echt een heel erg fijn plekje. Villa Piscadira voor iedereen die het zich nog afvraagt. Ik zal proberen alles in de beschrijving hieronder te linken. We hebben een beetje verkouden van de airco, maar verder is alles goed. Waar ik alleen geen zin in heb, is in de vliegreis naar huis. Maar goed, we gaan nu eerst naar Aruba en dan vanaf Aruba vliegen we naar Nederland. Ik heb de reis overleefd, want ik ben inmiddels weer thuis. En ik ben bijna klaar met het bewerken van de vlog, maar ik realiseerde me dat die best wel abrupt eindigt. En dat vind ik toch een beetje raar, dus daarom wilde ik bij deze alsnog even de vlog properly afsluiten. Ik heb tijdens het bewerken ervan heel veel lol gehad in het terugzien van alle leuke beelden. Het brings back memories. Ik wil zo graag weer terug naar Aruba en Curaçao. En ik hoop dat jij ook hebt genoten van de beelden. Als het zo is, zou ik het heel erg waarderen als je deze video een duimpje omhoog zou willen geven. Daarnaast zou ik natuurlijk ook super leuk vinden als je zou willen abonneren op mijn kanaal. Om op de hoogte te blijven van al mijn nieuwe video's. Daarnaast raad ik je ook aan om zeker even de beschrijving te lezen. Want daar probeer ik zoveel mogelijk in kwijt te kunnen over alles wat je hebt gezien in deze video. Dus dat zijn bijvoorbeeld linkjes naar de accommodaties waar we zijn verbleven, leuke plekjes die we hebben bezocht, tours die we hebben gedaan en natuurlijk de kleding die ik heb gedragen. Dus mocht je daar vragen over hebben, bekijk dan eerst eventjes de beschrijving hieronder. Mocht er alsnog niet in staan, stel dan je vraag gerust en dan probeer ik het toe te voegen aan de beschrijving. Daarmee zijn we dus echt aan het einde gekomen van deze vlog. Ik hoop nogmaals dat jullie het leuk vonden om te kijken. Oh ja, en vergeet me ook niet te volgen op Instagram. Dat is @redridinghood voor allemaal leuke foto's die ik heb gemaakt van Aruba en Curaçao. Ik heb al heel wat gepost, maar ik heb zeker nog meer te posten, dus check it out. Tot de volgende keer. Wil jij er nog iets aan toevoegen? Bedankt voor deze bijdrage.